Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eetcafé 9, EP Rikkelman, Stage Event Equipment, Emiel Techniek, Strik Auto's en Kalman Media Producties. Tja, vandaag in Domland Live gaan we het hebben over de klimaatstaking van vorige week. En we hebben twee stakers bij ons op de bank zitten. We gaan het hebben over de liefde voor racen, zowel op de motor als in de auto. En het is Valentijnsdag en we hebben een stel op de bank zitten die al bijna of 60 jaar samen is. En dit alles onder de muzikale begeleiding van niemand minder dan Twan Leijten. Het is donderdag 14 februari. Hartje, hartje aan mijn lieve vriendin Pepita, mijn dochtertje Lena en mijn zoon Robijn. Welkom. Ja, vorige week 7 februari stond in het teken van de klimaatstaking. En in Den Haag waren duizenden jongeren op de been om te staken. En ook deze twee mannen die hier vanavond bij ons op de bank zijn. Teun en Gijs van het JRL. Welkom, alle twee. Hoi. Hoeveel jongeren waren er nou exact? Ja, echt heel veel. Ja? Echt, ik zag op het nieuws, zagen we, ze gingen uit van 10.000 tot 15.000 man of zo. Ja. En ja, dat was ook wel duidelijk te merken, want wij kwamen daar aan op dat veld en nou ja, het was echt gewoon gigantisch druk. Ja. Dat is echt geweldig. Ja. Wat doet dat met je als je dat dan zo ziet, zoveel jongeren bij elkaar? Ja, je had het natuurlijk van tevoren niet verwacht. Ze zei, in ieder geval de organisatoren zeiden tegen ons, of ja, hebben via social media meegedeeld van ja, ongeveer 3000 man verwachten wij, maar dan kom je vanaf dat station, kom je aanlopen en dan zie je ineens dat hele Malieveld zit allemaal vol spandoeken, vol hoofden. Het was eigenlijk zo geweldig om te zien dat je ook gewoon ziet van ja, heel Nederland leeft mee met, of in ieder geval doet mee met het klimaat, komt op voor het klimaat. Ja, en zijn jullie ervoor gevraagd of zijn jullie er op eigen initiatief naartoe gegaan? Nou ja, wij zagen op het nieuws zagen wij dat er stakingen waren over de hele wereld, omdat er geklaagd werd over hoe sommige landen met klimaatverandering omgingen. En toen zagen we op Instagram dat er een organisatie was die ook zo'n mars wilde organiseren in Nederland. En Gijs en ik wilden allebei sowieso daar eigenlijk al heen gaan. Ja. Omdat wij het wel belangrijk vinden. En toen dachten we van ja, het is eigenlijk ook belangrijk als gewoon zoveel mogelijk mensen daar naartoe meegaan. Dus toen hebben we op social media een oproep geplaatst aan mensen van JRL om mee te gaan met ons naar Den Haag om te gaan staken. Ja. En hoeveel zijn er meegegaan met jullie dan? Het is niet helemaal duidelijk. We hadden een groep aangemaakt voor alle mensen die zouden gaan. Daar zaten oorspronkelijk 100 mensen in. Ja. En toen we op een gegeven moment hebben aangegeven van jongens, we willen graag duidelijk hebben wie er allemaal blijven. Of wie er meegaan. Ja. En toen zijn er wel een aantal mensen uit die groep gegaan. Nog steeds zaten er mensen in die niet zijn meegegaan, maar toen wij op een gegeven moment op het station stonden, want we wilden met z'n allen gaan, toen dachten wij toch, denk 30 tot 40 man daar te zijn. Ja, dus hey, en het is toch een soort vorm van spijbelen, of hoe zien jullie dat? Nou ja, de oproep was in eerste instantie, ga spijbelen voor het klimaat. Yeah. De media sprak vooral ook over klimaatspijbelaars, maar we waren eigenlijk geoorloofd weg, want de school heeft ons een paar dagen voor die staking hebben zij ons een mail gestuurd van als er mensen van plan zijn om te gaan staken daar, dan moeten jullie een toestemmingsbrief van jullie ouders inleveren en een motivatiebrief schrijven waarom je wil gaan staken daar. En die moest je dan inleveren bij je afdelingsleider en jouw afdelingsleider die ging dan kijken of jouw reden goed genoeg was. En als dat wel zo was, dan kreeg je gewoon vrij voor die dag. Okay. En dan mocht je naar Den Haag gaan. Ja, ja. Maar ik begreep ook dat, als ik het goed heb, de directie van JRL heeft ook nog een brief gestuurd. Ja. He? Ja, die is uitgegaan naar alle ouders, alle leerlingen. Dus iedereen van school wist er uiteindelijk ook van. Maar de mensen die wij van tevoren hadden ingelicht, hadden we ook al tegen gezegd van waarschijnlijk zul je in ieder geval je ouders toestemming moeten laten geven. Dus dat hadden wij al voorbereid. En toen kwam er ook nog van school een bericht van ja jongens, we geven jullie toestemming om te gaan. Ja. Mits jullie wel eventjes aan ons aangeven waarom jullie gaan. Ja. En dat was voor ons eigenlijk een hele meevaller, want wij dachten eerst van durven sommige mensen wel het aan om
te gaan spijbelen met risico's op nakomen. Maar uiteindelijk betekende dat toch dat mensen die in eerste instantie dachten van ja, ga liever niet, die zijn toch uiteindelijk wel gegaan. Maar klopt het ook dat, ik had begrepen dat het JRL ook had gevraagd, als je gaat dan moet je nog wel een les over het klimaat geven daarna? Nou ja, dat is niet helemaal. We hebben vak Global Learning en ANW. ANW is een beetje de natuurtechnische kant van alles, gaan we dan bekijken. En Global Learning is dan maatschappijleren en levensbeschouwing en zo heb je daar dan in. En er werd aangegeven dat als jij ging staken, dat dan bij die vakken, dat het besproken zou worden over hoe het was, waarom je daar bent geweest. En wat er op dit moment al gebeurt aan het klimaat en wat er precies allemaal aan de hand is. Daar hebben we een hele les aan besteed, zodat ook de mensen die niet gegaan waren, wisten waarom dus al die mensen niet op school waren. Oh ja, tof. Ja, zeker. En op social media lees je allerlei verschillende reacties en posts, maar ook van mensen die er toch een beetje de twijfels bij hebben. Hè? Onder andere de uitspraak, de stakers weten niet waar ze het over hebben en gaan gewoon vanwege die vrije dag. Ja. Hoe zien jullie dat? Ja, je hebt natuurlijk altijd mensen die gewoon van school weggaan van kijk, we hebben een dag minder vrij en we gaan toch mee, want dat is wel leuk. En die zullen naar de staking, die zijn dan ook naar de McDonald's gegaan. Het is natuurlijk super slecht voor het klimaat. Maar uiteindelijk maakt dat, voor ons maakte dat niet zoveel uit. Het ging er voor ons vooral om, zorg nou dat er zoveel mogelijk mensen op het Malieveld zijn. Yeah. Of zoveel mogelijk mensen meelopen, want dan maak je indruk op de politiek. Yeah. En dat je daarna zelf nog bij de McDonald's een hamburger gaat eten. Dat is natuurlijk een gewoonte waar wij van af willen, maar dat je daar al bent is al een heel goed ding. Ja, ja, want er komt een prangende vraag van wat houdt dat huidige akkoord nu in? En wat zou er volgens jullie, die daar op het Malieveld stonden, nou verbeterd moeten worden? Nou, op dit moment hadden we in het klimaatakkoord van Parijs stond dat alle landen in 2020 CO2 uitstoot met 25% moesten reduceren. Ja. En het Planbureau voor Leefomgeving heeft onderzoek daarna gedaan en die is tot de conclusie gekomen dat Nederland die doelen niet gaat halen. Ze komen uit op ongeveer 21% reductie. Mm-hmm. Dat is dus niet genoeg en die 25% is wel essentieel dat dat gehaald wordt, omdat als er op dit moment niks gebeurt, dan is in 2050 is de temperatuur met 3 of 4 graden gestegen en dan krijgen wij hier in Nederland gewoon zomers van rond de 40 graden. Yeah. En dan zijn er natuurlijk mensen die dan zeggen van ja, het is lekker warm, maar ik denk niet dat veel mensen zitten te wachten op een zomer waarbij je meerdere dagen van 40 graden hebt. Nee, dus het is geen gezonde warmte. Nee, precies. Nee. Natuurlijke warmte. Nee. Ja. Ja. Hey, en Thierry Baudet, die kennen jullie denk ik wel. Hè? Ja. De eerste man van Forum voor de Democratie, die was ook best wel hard in zijn reactie. Hè? Die was het eigenlijk totaal oneens. Ja, klopt. Ja. En die schreef ook, hè, ik heb het hier opgezet, CO2 heeft daadwerkelijk een positief effect op plantengroei. En het valt wel mee met de extreme weersomstandigheden. Ja, toen gebeurde, zelfs de Volkskrant, hè, die gaf het een soort kern van waarheid in zijn standpunt. Het is inderdaad zo, CO2, het is inderdaad goed voor planten, dat klopt. Ja. Ik bedoel, het is niet zo dat klimaatverandering puur en alleen slecht is. Ik bedoel, CO2, dat nemen planten op en die stoten daaruit zuurstof uit. Mm-hmm. Maar, het is op zich wel lekker als het een beetje warmer wordt natuurlijk. Daar zul je ook niet veel mensen over horen klagen. Ja. Maar als je gaat afwegen de positieve effecten van klimaatverandering en de negatieve. Ik bedoel, negatieve effecten zijn de poolijs smelt, de zeespiegel stijgt. Ik bedoel, ja. Nederland ligt onder zeeniveau, de dijken moeten dan omhoog gaan. Of het land gaat gewoon overstromen en krijgt te maken met extreme droogte. Hebben we afgelopen zomer gezien in Nederland dat er al een watertekort aan te komen was. En dat de problemen waren met de watervoorziening. En nou, in Nederland valt dat tot nu toe nog allemaal redelijk mee, maar als je gaat kijken in Afrika bijvoorbeeld, als het daar nog warmer wordt, daar is al die economische omstandigheden, daar, die zijn niet geweldig, mm-hmm. die kunnen dat niet compenseren daarmee. Dus het klopt wat hij zegt, het klopt, het is ook ergens wel goed, maar hij kijkt niet naar de andere, hij kijkt niet naar de nadelen, hij weegt ze niet af. Hij noemt het, ja, hij kijkt alleen maar vanuit zijn punt, zeg maar. Ja. Hij kijkt niet naar de nadelen. Hey, maar heel even iets anders, hè? Want er zijn een aantal grote landen, hè? China, India, de Verenigde Staten, mm-hmm. die doen eigenlijk niet mee. Wat heeft het dan eigenlijk, simpel gezegd, voor nut, hè, dat zo'n klein landje als Nederland hier een statement maakt? Ja,
natuurlijk kun je zeggen, wij zijn maar zo'n klein deel van de totale wereldbevolking. Mm-hmm. Maar ja, in Amerika zullen er ook mensen zijn die wel voor het klimaat opkomen. Yeah. En als jij als Nederland zorgt dat jij in ieder geval je doelen gehaald hebt, dan kun jij in ieder geval met een gerust hart ja, tegen de ondergang van het klimaat. Is een beetje heel heftig. Maar stel dat het door Amerika dadelijk komt, yeah, dan heb jij natuurlijk niet op je geweten dat het jouw schuld is. Nee. En bovendien, als wij het goede voorbeeld geven, misschien zal Amerika dan wel volgen, of China. Ja, iedere kleine beetje helpen, ja, precies, deze, wat dat betreft. Ja. En nu hoorde ik gisteren, was bekend geworden dat 14 maart, als ik het goed heb, ja, er een tweede staking, ja, komt. Wat weten jullie daarvan af? Gaan jullie daar naartoe? Nou ja, er zijn verschillende berichten op social media. Ik heb van de ene plek hoor ik dat het in Den Haag is, dan weer in Amsterdam. Dat is nu niet helemaal duidelijk, maar mm-hmm, ik weet in elk geval dat hij op 14 maart weer is. En dat wij daar van de partij zijn. En verwachten jullie dat er echt meer jongeren gaan komen? Of dat het nog groter gaat worden? Omdat het nu natuurlijk zo best wel gehyped ook is, ja, in de media natuurlijk. Zoals je in België hebt gezien, de eerste staking waren er, het was het, 2000 man. En uiteindelijk 4 weken later waren er toch 35.000 man op de been. Dus ik verwacht dat in Nederland ook het geval zou zijn. Ja. Net zoals ik hoor op school al, oh, vindt die klimaatsfeer die klimaatstaking? Dan, ja, dan kom ik denk ik ook. Ik, ja, was er eerst niet bij, maar dan ga ik nu wel mee. Ja. Oké, mannen. Heel veel succes in jullie strijd. Ja. En dat het maar mag lukken. En jullie zijn wijze mannen. Dankjewel. Graag gedaan. Yes. Ja, en ik vertelde het net al. Twan Leijten, die geeft ons vandaag de muzikale burgerleiding. Ja. Twan, welkom. We kennen jou natuurlijk van het ultieme Valentijns liedje Puur op het gevoel. Ja. Inmiddels bijna 1,5 miljoen keren bekeken. Ja, zeker wel. Et cetera. Ja. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Ja? Ja. Ja, ja. Ik woon tegenwoordig in Tilburg. Ja. Alweer een jaartje. En dat is eigenlijk terug van weg geweest. En dat bevalt heel goed. Ja. Ja. En heb jij de liefde vandaag al gevierd? Ik heb de liefde gevierd, hoor. Ja, ja, ja. Flesje parfum vannacht al om 11:55. Oh. En vanochtend op tijd. Ik ga iedere ochtend lopen met de hond. Ja, ja. Bosje rozen gekocht. Oh, god. 2 croissantjes, 2 broodjes, niet te veel, anders wordt het dik. En een flesje verse jus, dus ja, ja. Koffie, kaarsje erbij, toch, schat? Ja, ze staat daar in de hoek. Voor de mensen thuis, die zien dat niet, maar ze staat hier in de hoek. En betekent dat ook, als je dat flesje parfum krijgt, doe je dat dan ook in een muzikale omlijsting, of? net niet. Maar dan laat ik mijn ogen spreken. Ja. Wat ga je voor ons zingen? Nou, ik dacht toen ik die mannen net hoorde over dat weer, ik denk, you always take the weather, weet je wel, wherever, ja, you go. Maar we gaan puur op het gevoel even doen. Helemaal. Om te beginnen. Zo Leijten. Ja. Puur op het gevoel hou ik van jou. Helemaal vanzelf ben ik mezelf bij jou. Ik wil jou alles geven en ik geef jou heel mijn leven, want ik ga blind voor jou. Wow, ik hou van jou. Je stond daar in die kroeg toen ik jou vroeg, hoe heet jij? Wil jij mij dat vertellen? Ik werd spontaan verliefd. Mijn hart dat werd ook lief door die blik in jouw ogen. Ik wist niet wat te doen en ik stond daar maar te staan. Maar ergens diep van binnen, hey, wist ik, jou laat ik niet meer gaan. Puur op het gevoel hou ik van jou. Helemaal vanzelf ben ik mezelf bij jou. Ik wil jou alles geven en ik geef jou heel mijn leven, want ik ga blind voor jou. Wow, ik hou van jou. Elke keer als ik jou zie, sta ik te trillen op mijn gevoel. Ik weet niet wat me overkomt, maar het komt en het komt en het blijft
want puur op het gevoel hou ik van jou. Helemaal vanzelf ben ik mezelf bij jou. Ik wil jou alles geven en ik geef jou heel mijn leven, want ik ga blind voor jou. Wow, ik hou van jou. En ik ga blind voor jou. Wow, omdat ik van je hou. Wow, ga ik blind voor jou. Ik hou van jou. En ik ga blind voor jou. Omdat ik van je, zeg het maar, hou. Yes, Twan Leijten, dankjewel. Dankjewel. We zien je zo nog terug, dank je. Ja, bij mij op de bank vader en zoon Strik en Cas Beekmans. En ze hebben allemaal een voorliefde voor snelheid, voor races. En de ene met een auto en de andere op de motor, mag ik wel zeggen. We beginnen met Toon en Rob. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Ja, jullie gaan de Extreme Moroccan Desert Challenge rijden, als ik het goed heb. Dat klopt. Ja, ja. Vertel. Ja, goed, dat is een pasje voor ons, hè, om dat te doen. In de desert, dat is altijd leuk, hè? Ja, maar wat kun je iets vertellen? Wat is het? Wat houdt het in? Want het klinkt nogal heftig. Ja, Tony kan heel goed rally rijden. Ja. Dus die heeft al bijna twee of drie rallies gereden. Ja. En nu is onze ambitie om de Extreme Marokko Desert Challenge te gaan doen. Ja. 3000 kilometer en 8 dagen lang in Marokko. Bizar. Ja. Maar je vertelde al, Toon, je hebt meer races gereden. Ook de Dakar Rally. Ja, Parijs-Dakar, dus ja. De oude, zeg maar, de oude rally. Ja. We hebben wat beelden. Misschien kun je vertellen wat we hier zien. Ik weet niet of... dit is op... dat is in Marokko. Ja. In de Sahara. Ja. In de desert dus. Maar dit moet toch enorm zwaar zijn, zoiets? Ja, wat is zwaar, hè? Je doet het gewoon, hè? Ja. Dus, ja. En je kijkt wel, hè? Ja. Maar, kijk, als je dit zo ziet, je bent, Rob zei het al, je bent 3000 kilometer aan het rijden in 8 dagen. Wat is er nou zo leuk om dan aan zo'n rally mee te doen? Ja, zo snel mogelijk. Je moet hem zo snel mogelijk rijden, hè? Goed. Je moet het zien aan sport. Hè? Ja. Ja, maar wat maakt het nou zo leuk? Is dat echt dan dat sportgevoel? Of kijk, je moet wel een voorliefde hebben voor ten eerste voor auto's natuurlijk. Tuurlijk. En, maar ja, goed, het is natuurlijk wel zwaar. Ja. Want ja, goed, je krijgt ook stukken onderweg. En dat is het extreme, hè? Ja. Dus, ja. En hoe voelt dat voor? Wat maakt het voor jou zo leuk? De ambitie om een doel te bereiken, hè? Dus wij komen in Marrakesh aan en dan rijden we naar Agadir. En vanaf Agadir, ja, dan hebben we zeg maar 3000 kilometer, 8 dagen lang. En ook geen asfaltweggetje ertussendoor. Dus het is een aaneengesloten route door woestijn, rotsen, zandwegen. En dingen die we nog nooit gezien hebben waarschijnlijk. Yeah. Omdat het gewoon prachtig is. Om die ambitie te hebben en uiteindelijk op het eindpunt aan te komen. Ja, maar iets als dit lijkt me niet geheel ongevaarlijk. Nee, ik heb al veel meegemaakt, hoor, in die routes. Ja, dan kun je ik heb bijvoorbeeld in Syrië, Jordanië, dat is 15.000 kilometer. Want dat zijn behoorlijke extreme rallies, zeg maar. Ja, maar wat maakt het zo gevaarlijk dan ook? Nou, als je over een bergrand rijdt en je kijkt omlaag en je kijkt 400 meter omlaag en je hoort die steentjes allemaal springen, wegspringen onder je banden, dan praat je over 10, 20 centimeter. Als je verkeerd stuurt, ja, dan val je omlaag.
dat is het extreme. Ja. Ja. Gebeuren dit soort ongelukken eigenlijk met regelmaat of dat niet? Niet veel, maar het is meestal een paar meter. Hè. Laatste keer heb ik het ook gehad. Ja. 2 meter omlaag. En dan heb je een paar veren gebroken en zo. Hè. Ja. Dat is eigenlijk het extreme. Je vertelt het heel luchtig allemaal. Ja, ja. Nou, dan moet je gaan werken. Hè. Ja. Waar komt deze passie nou vandaan bij jou dan? Ja, goed. Wij zitten in de autowereld. Ja. Een vriend van mij, daar heb ik al een paar rallies mee gereden. Dat is ook een rallyrijder. Mm-hmm. En die werkt nou ook bij Frits van Eert en bij Jumbo, transportmanager. Dus ja, wij zitten een beetje in die wereld. Hè. Dus, ja, ja. Hey, hoe zijn de taken nou verdeeld tussen jullie? Ja, allebei doen we een beetje hetzelfde, maar niet op hetzelfde moment. Dus Tony doet rally rijden, maar ook de weg wijzen. Ja, en, navigeren. Ja, nee. Inderdaad. Die volgt het roadboek en dat doe ik ook. Dus we doen eigenlijk iedere etappe doen we samen. Maar de ene keer zit ik aan het stuur en de andere keer zit Tony achter het stuur. Ja, ja. En we moeten wel natuurlijk samen zorgen dat we af en toe eruit komen, hè, als we vastzitten. Ja, en, ja. Dingen die komen tegen, hè. Dus ja. Dat zijn foutjes die je maakt, waardoor je vast komt te zitten. En dan moet je dan samen eruit zien te komen. Ja. Dat is ook iets heel leuks wat je tijdens de rally moet, hè. Ja, het is echt een avontuur wat dat betreft. Ja. Ja, ik laat hem wel werken, hoor. Ja, ja, is dat de rolverdeling eigenlijk? Ja. Rob, die mag lekker sjouwen. We zitten weer vast, jongen. Maar dan op mijn manier, hè? Wat zei je? Maar dan op mijn manier. Ja, ja. Hey, jullie zitten zelf in de autobranche. Ik neem aan dat jullie dan ook zelf de auto geregeld hebben. Ja, goed. Wij kunnen hem zelf maken natuurlijk, hè. Ja. Dat scheelt veel, hè. Ja. En wat hebben we wat foto's? Alsof een foto... hier zien we... Een mooie foto. De auto. Ja. Oh, wauw. Heel mooi. Ja. Wordt het weer deze auto? Nee, we hebben nou een andere auto. Want we hebben deze auto, daar hebben wij een probleem mee. En dat hebben we nog niet opgelost. Dus we moeten even afwachten. Vandaar. Bijzonder, hoor. Ja. Hey, en Toon, jij bent... Hoe oud ben je nu? Over een paar dagen word ik 72. 72? Ja. It's still going strong. Voor jou nog geen tijd om achter de geraniums te gaan? Nee, dat ga ik niet doen, nee. Wel een keertje, maar dan ga ik dood, denk ik. Hè. Dus, even, want je komt op allerlei verschillende plekken. Hoe reageert de bevolking eigenlijk? Als jullie in zo'n gebied komen, want die zien dat niet iedere dag. Nee, maar dat is juist inspirerend. Hè? Dus we hebben meestal wat speelgoed bij. Dat is voor, mm-hmm. voor de arme kindjes, zeg maar. En dan... Ja, dan verbind je mensen, hè. Dat is wel leuk, hoor. Ja. Ja. En die zijn met niets tevreden, hè. Dat is ook kenmerkend, zeg maar, ja. In dit soort landen. Ja. Ja. Mooi, mannen. Ik wens jullie heel veel succes alvast. Dankjewel. Ik wil ook nog bij Cas namelijk nog het een en ander weten. Zeker. Die mogen ook gewoon meepraten, hoor. Ja, want Cas Beekmans, je bent 14. Ja. En je grote passie is motorracen, toch? Ja, dat klopt. Ja, en je begon op je 4e. Ja, klopt. En ik begrijp dat jij nu ook in Spanje allerlei wedstrijden gaat rijden. Mm-hmm. Ik begon op mijn 4e en toen kreeg ik een klein motortje, een minibike. Die is ongeveer zo groot. Die kreeg ik van mijn vader toen. En toen gingen we een paar keer rijden en het ging heel goed. Alleen, ik was toen eigenlijk nog te klein, want ik kon eigenlijk nog niet fietsen. Dus ik zat eigenlijk al eerder op een motor. Wacht even, dus jij kon eerder racen dan dat je kon fietsen? Ja. Okay. Maar ik mocht eigenlijk ook helemaal niet motorrijden. Ik moest eerst leren fietsen zonder zijwieltjes, voordat ik eigenlijk mocht motorrijden. Ja. Toen kon ik opeens binnen een dag kon ik fietsen zonder zijwieltjes, zodat ik op die motor kon. Dus de passie zat er al snel in en ik kreeg het eigenlijk door mijn vader, want mijn vader reed al heel lang motor. Ja? Oh, die crosste ook? Ja, die raced eerst ook. Oké. Okay. Toen ik, zal ik zeggen, serieus begon te gaan rijden, toen heeft hij zijn motor verkocht. En toen werd het ook wel echt een stuk dure sport, maar... Ja, want je bent op je 6e, als ik me niet vergis, echt begonnen met je eerste races, of niet? Op mijn 6e toen heb ik eigenlijk een crossertje gehad, want... Ja. Dat leek me ook heel leuk, alleen... Toen heb ik dat 1 of 2 jaar gedaan, alleen toen zijn mijn motors gestolen uit het... Ja, dat was ik inderdaad. Ja, uit het tuinhuisje, en...
toen kwam er iets op een website waar allemaal motornieuws stond. En er kwam een nieuwe klasse voor. Tussen de 6 en de 10 jaar, volgens mij. Ja, bij de Race Kids. Ja, de Race Kids, ja. En toen hebben we daar ons ingeschreven. Cool. En zo zijn we eigenlijk steeds meer echt in het racen gegaan. Dus niet meer in het crossen, maar echt op het asfalt toen. Ja, we hebben ook een foto van je. Als het goed is, we hebben wel meerdere foto's. Oh nee, we hebben ook nog wat beeld. Kijk maar even mee. Dezelfde motors en je mag ook bijna niks doen aan de motor, alleen de bandenspanning mag wat en de vering en dan, maar eigenlijk zijn ze allemaal precies hetzelfde zowat. Zo, en hoe hard gaat deze motor dan? De motor die je net zag op het laatste, die loopt 200, 210 zoiets. Oh, die loopt 200, 210, alsof het niks is, hè? Hè? Dat een jongen van 14. Ja. Want en vervolgens ging je naar de zogeheten junior B-klasse. Ja, ja. In 2016 ging je rijden in de Molenaar NSF 100 Cup. Mm-hmm. En in 2017 werd je zelfs kampioen. Ja, klopt. Ja, dat was, zal ik maar zeggen, toen we bij Racekit zaten, hadden we al een klein plannetje om daar naartoe te gaan. Maar ik had toen zeker niet verwacht dat ik daar kampioen in geworden. Ja. Het eerste jaar dat we bij die NSF 100 zaten, ging het echt al heel goed. Toen werd ik ook rookie of the year. En toen werd ik vijfde. En toen was mijn doel eigenlijk wel gewoon om in de komende 2 jaar dan kampioen te worden. En het jaar erop werd ik tweede. Alleen op het begin van het jaar wilde ik eigenlijk nog te graag al dat kampioenschap. Maar dat zou er heel moeilijk in zitten. Dus toen heb ik gevochten voor de tweede plek. En toen ben ik ook tweede geworden. En het jaar daarop moest ik van mezelf kampioen worden en dat is gelukkig gelukt. Ja. Hey, en hoe zien jouw weken er eigenlijk uit normaal gesproken? Als je zo op hoog niveau deze sport uitoefent. Ja, ik ga natuurlijk gewoon naar school. Ja. Maar ik probeer ook voortaan elke dag te trainen. Dus conditie, kracht. Want ik heb dus 2 wedstrijden meegedaan in Spanje om te kijken hoe het ging. Ja. Ik kwam er wel achter dat ik nog wel flink aan de bak moest, want die jongens die reden allemaal al langer. Die waren fysiek al beter. Mm-hmm. Die hadden al een heel jaar of een paar jaar gereden in die klasse. Dus ik moet nog wel aan de bak voordat het seizoen echt begint. Dus dat probeer ik nu ook gewoon te doen. Ja, hè, want je gaat straks in Spanje dan racen. Hoe, mm-hmm. hoe ziet dat eruit? Vlieg je dan iedere keer er naartoe? Of ja, ga je zelf op je eigen motor? Nee, dat mag je nog niet. Spanje. Maar de trailer gaat als het goed is de week van tevoren naartoe en dan rijden wij woensdag vliegen wij daar naartoe. Ja. En dan meestal op donderdag en vrijdag zijn er 2 trainingsdagen met een motor op het circuit. En dan zaterdag is de tijdtraining, dus dan moet je jezelf kwalificeren voor de race en je startplek. Ja. En dan zondag is eerst de warming up om gewoon de motor nog wat beter af te stellen. En dan daarna in de middag is de race. Dus. Ja. Hey, ben je wel eigenlijk wel eens bang tijdens het racen? Of? Bang niet echt, maar dat is denk ik ook niet goed als je bang bent. Want ja. Ik vind het zelf gewoon een hele leuke sport. Dus het zat er vanaf jongs al in en ja. Ik ben nooit eigenlijk echt bang geweest. Nee. Dus. Hey, wat is jouw toekomstdroom dan eigenlijk? Ja, ik hoop. Ik denk dat ik hem wel kan invullen, maar. Ja, ik hoop dat ik natuurlijk wereldkampioen word. Het liefst in de MotoGP, maar. Die klas, die weg is heel moeilijk, maar ik ga zeker mijn best doen om daar te komen. Maar ja, dat is een dure weg, maar ook een lange weg nog. Dus. Ja, want dan gaan we bij jou maar gezien als de nieuwe Max Verstappen, maar dan van het motor. Dat zou wat zijn, ja. Moeten we nu al contracten met hem gaan afsluiten, Strik? Als dat kan. Als dat kan.
Oké, Cas, ik wil je heel veel succes wensen. Dankjewel. En dankjewel dat je er ook was. Hè. Het is toch een soort 14 februari. Hebben jullie trouwens iets gedaan met Valentijnsdag? Toen altijd. Hè. Ik heb gewerkt. Oh, ja. En, ik ben een beetje lief geweest. Dus, Rob? Natuurlijk. Ja? Goed zo. Dus. En Cas? Gewoon school. Gewoon school. Heb jij geen geheime aanbidders gehad? Goed zo. Lekker focus op je sport. Precies. Zet hem op. En dankjewel voor jullie komst. En jullie heel veel succes in Marokko. Dankjewel. Ja, top. Twan Leijten. Nou moest ik weer denken natuurlijk aan een liedje voor die jonge man. Hè? Ja. Ik kon maar aan één liedje denken, maar ja, die gaan we nou maar niet doen. Maar dat was Oerend Hart natuurlijk van Oh ja, ja. Want als je eerder kunt motorrijden dan fietsen, dan ben je een natural. Hè? Echt, dan ben je een natuurtalent. Echt, hè? Het is vandaag Valentijnsdag, dus we hebben net een liedje over liefde gedaan. Blijf bij elkaar, ga vooral niet weg. Dit is een liedje voor mensen die niet uit elkaar moeten gaan. Dit heet Waarom zou je weggaan? Top, take it away. Weer een eigen liedje. Eenmaal in de zoveel tijd wil jij bij me weg. Dan maakt het niet meer uit wat ik doe of wat ik zeg. Dan kan ik gaan janken als een oude valse hond. Maar je ijskoude blikken snoeren mij en dan weer de mond. Maar waarom zou je weggaan? Weg van alles wat wij zijn. De liefde, het verdriet, maar natuurlijk ook de pijn. Want dat is alles wat wij zijn. Hey, kom, we gaan er nog eens voor. Van het vallen van de bladeren schiet jouw gemoed steeds weer vol. Dan zie je het niet meer zitten, de kamers in je hart zijn op slot. Ik heb wel 1000 sleutels, maar dan past er geen één. Wil jij niet voor mij open doen? Ik kan echt nergens anders heen. Maar waarom zou je weggaan? Weg van alles wat wij zijn. De liefde, het verdriet, maar natuurlijk ook de pijn. Want dat is alles wat wij zijn. Hey, kom, we gaan er nog eens voor. Ik probeerde het elke keer anders. Ik veranderde, maar jij zag het niet. Maar ik wil het echt wel anders. En het goed voor je doen. Voor je doen, maar waarom zou je weggaan? Weg van alles wat wij zijn. De liefde, het verdriet, maar natuurlijk ook de pijn. Want dat is alles wat wij zijn. Hey, kom. We gaan er nog eens voor. Kom, we gaan er nog eens voor. Maar dit keer, ik zweer je, dit keer gaat het goed. Joe, Twan Leijten. We zien je zo nog even, toch? Sorry? Yes, ja. We zien je zo toch nog even? Ja, top. Ja, het is vandaag Valentijnsdag. De dag van de liefde. Oh. Ik had een oproepje gedaan. En daar is een stel uitgekomen. Nico en Marianne Oudians. En die zijn maar liefst 60 jaar al samen. Ja, met dezelfde. Kan jij niet zeggen. Nee, dat kan ik zeker niet zeggen. Hey, goeie start. Leuk dat jullie er zijn, in ieder geval. Ja. Hoe hebben jullie elkaar ooit ontmoet? Op de dansvloer. Op de dansvloer? Ja, ze was mijn tango-meisje. Oké.
Ja, dus als het dansen was, als we gingen dansen en er was de tango, dan haalde ik er altijd. Ja. Dacht en ik zo niet. Leerde ik te kennen eigenlijk, ja. Maar ja, het was in begin, niet meer maar het was in het begin helemaal niet zo best hoor. Wat dan? Nou, het was aan en uit, je weet hoe dat gaat in het begin. Dat weet hij wel. Ja, op een gegeven moment bleven we het leven van elkaar hangen. Ja. Weet je nog wat ze aan had? Nee, dan, nee dat zou ik niet meer weten. Nee. Maar dat weet zij zelf wel misschien. Maar met jou aan? Nee, wat jij aan had? Ja, zeg, kom op. Nee. Ik had wel een kast vol, dus dat weet ik toch niet meer. Maar het was geen liefde op het eerste gezicht? Helemaal niet. Nee, dat was het niet. Nee. Want? Nou ja, ik bedoel, er waren nog zoveel anderen. Ja, ja. Ja, het was niet meteen verliefd hoor. Bij mij ook niet. Nee. Hoe oud waren jullie toen dan eigenlijk? Heel jong. Ik was toen ik haar leerde kennen, moet ik even denken, toen was ik... Ik was 18 toen ik met jou ging. Zij was 18, ik was 20. Ongeveer, ja, dat komt ongeveer wel uit, hè, want 65 jaar en ik ben nu 85. Ja. 85? Ik ben nu 85. En wat je ziet is een zwembroek, jongen. Dan weet je niet wat je ziet. Nee? Nee. Zo. Ja? Zat hij vanmorgen ook in zijn zwembroek? Nou, vanmorgen heb ik niet gekeken. Zijn Valentijnsbroek. Met de grote stier erop. Oké. Je moet niet alles vertellen. Ik mag niet alles vertellen. Nee, nou ja, het liefste wel natuurlijk. Je mag alles vertellen hier. Ja, op de bank, wat dat betreft. Ja. Ja, grote stieren. Nee, hoe ging dat in die tijd dan? Want tegenwoordig hebben we natuurlijk allemaal smartphones. Dat hadden we niet. Je had ook geen tv, et cetera. Dus als je jong was, dan ging je uit. Ja. En toen kon je dan wij woonden in Amsterdam en dan kon je dan in een heleboel zaaltjes kon je dansen en er waren ook lezingen van bepaalde cultuurdingen enzovoorts. En dan ging je daar in het weekend altijd naartoe en dan leerde je eigenlijk een hoop vrienden en vriendinnen kennen. Ja. En zo is dat een beetje aangezet. Er zijn heel veel huwelijken uit voortgekomen uit, dat noemden ze de instuif. Ja, ook in Bokstel. Dat heette de instuif, heette dat in Amsterdam. Ja. En daar zijn heel veel huwelijken uit voorgekomen hoor. Wow. Ja. Bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ja. En jullie zijn uiteindelijk vanuit Amsterdam naar Bokstel gekomen? Nee. Of hoe is dat stapje gegaan? Nou, we woonden eerst in Amsterdam. We zijn getrouwd. Ja. Daar kon je geen woning krijgen. Dat was net zo erg als nu op het ogenblik. Het was woningnood. Dus we zijn begonnen ergens op een zolder. Ja, daar hebben we 2,5 jaar gewoond. En toen konden we een huis krijgen in Purmerend. Ja. Toen hebben we 13 jaar in Purmerend gewoond. En toen ging mijn werk... ging hier naar Brabant toe en toen ben ik in 75 zijn we hier in Brabant komen wonen, in Bokstel. Ja. Ja. En hij ging mee met zijn werk. Ja. 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 Met de Campina, hè? Dat is een goede zaak, krijg je nog een goed pensioen. Tja. Ja. Hey, wat maakt hem nou zo leuk om zo lang bij te zijn? Hij zag er leuk uit en hij zag er vlot uit en hij had een leuk koppie toen. Toen hoor je wat ze zegt. Ja, ik ben eigenlijk aan jou blijven hangen. Hè? Ja, ik had er heel veel vriendjes, had ik een bus vol. Ja. Echt waar, ik vond hem, hij had een goede opleiding, ik denk, daar kan ik wel eens mee uitgaan. En toen bleef ze hangen, ja. En ik vond haar, ik vond dansen leuk, dus ik was gek, zij danste heel goed. Ja. Dus daar viel ik eigenlijk op dat dansen altijd. Ja, want over dat dansen gesproken, jullie hebben daarna nog... heel lang op hoog niveau gedanst. Ja, we hebben wedstrijden gedanst, want ik zag jou toen studeren. En ik denk, die doet het goed. Die hebben toch wel verstand van. Ja, veel meer dansen. Op. Ja. Ja. Ja, ja, we hebben 20 jaar ongeveer gedanst. De wedstrijden gedanst, overal. Ja. 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 Is dat niet lastig dan af en toe? Zo met je, ook met je, dat je ook danst dan met je partner? Ja, of, maar dat is af en toe ook ruzies. Nou. Ja, waar gingen die ruzies dan over? Nou dat je verkeerd, dan hadden we bijvoorbeeld iets nieuws geleerd van de leraar. En dan deed hij het en dan moesten we trainen. En dan deed ik het nog even, het oude, het verkeerde. Nou, en dan kreeg ik zal maar niet zeggen wat ze zei, maar dan was het wel even bom. En dan kwamen we thuis en dan werd er af en toe wel een uurtje niet meer tegen elkaar gesproken. Echt? Nee, echt niet. Nee, dan zeiden we niks tegen elkaar. Maar ja, dan zei ik meestal van, zal ik een kopje koffie voor je maken? En dan was het weer in orde. Ja. Hey, als we kijken naar de tijd heden, hè, want tegenwoordig we hebben het over het recept, hè, van de ultieme liefde, waarom blijft tegenwoordig geen 1 op de 3 stellen uit elkaar, wat vinden jullie daarvan? Als je weet wat dwars zit, dan zijn ze al uit elkaar. Ik begrijp dat ook niet helemaal hoor, ik bedoel, want je moet geven en nemen, zeggen ze altijd. En natuurlijk zijn er dingen die ik doe, waar zij zich aan ergert en andersom. Van dit maar op een gegeven moment accepteer je dat van... Wat zei je?
Van dit? Van dit erger ik me aan, ja. Dan gaat er in die ja, lust je hem goed? Ja. Nou, dat wist niet je voor ik ga slapen. Ja. Ja, maar zij snoept verschrikkelijk veel, dus dat is ook weer niet goed. Maar dan botst het wel eens, maar dan... We hebben zoveel dingen ook die we samen leuk vinden. Ja. Vooral vakantie gaan. En vooral vakanties. En dan komt het altijd wel weer goed. Ja, ja. Want wat is nou echt het recept dan van het lang bij elkaar zijn? Geven en nemen, zeg ik altijd. Ja. Ik weet nog goed, wij zaten een keer... Toen hadden we ook een beetje herrie. En toen hadden onze kinderen thuis. En toen zei ze, ik ga wel op een flatje wonen. En toen zeiden mijn kinderen, dat is goed mam, maar we komen wel allemaal bij je eten. Ja. En toen bleef ze maar. Nou, maar ik had ook altijd leuke banen. Ja? Ja, ik werkte in Amsterdam met de Bijenkorf. En, geen reclame, mag je ook maken. Mag geen reclame maken. Nou, jong, Bijenkorf, zo'n zaak. En toen gingen we verhuizen. Toen ging ik weer in Eindhoven bij de Bijenkorf werken. Ja? Ja, ik heb zo'n leuke tijd gehad. Het was alleen maar lachen. Ja, echt heel leuk. En toen kwam ik bij de ambtenaren, bij het waterschap. Nou, lachen gaat gauw weg. Want ze denken allemaal dat ze directeur zijn. Ja, maar volgens mij... En dan keek ik naar hun salaris. Ja, maar dat hebben we allemaal niks mee. Nee, maar dat mag ik allemaal niet zeggen. Maar jij, volgens mij wil jij heel veel lachen, toch? Ja, ik hou van lachen. Ja. En vakantie houden. Altijd een hotelletje. We hebben altijd feest. Aan het strand. Dat is onze... Wat we samen graag doen. Ja. En dat is ook een voordeel, dat je dezelfde... interesses hebt. Ja, tuurlijk. Ja. Dat niet de een die kant op en de andere die kant op gaat, dat scheelt ook hoor. En dansen jullie nog steeds eigenlijk? Nou, op vakantie wel. Alleen in de vakantie. Maar niet zo meer op dat niveau, dat kunnen we niet meer. Nee. Maar af en toe een quickstepje. Dat wel. Ja, dat lukt wel. Stiekem een roomba in de slaapkamer. Ja, en bachata. Met z'n tweeën. Ja. Carnavalskleding en roomba dansen, ja. Dat is leuk. Ja. Terugkijkend naar die 60 jaren, wat zijn nou voor jullie individueel echt de leukste momenten die je hebt beleefd met elkaar? Nou, we hebben altijd leuke momenten. We hebben veel leuke momenten. Ja, jongen. Wel Valentijnsdag, dat bestond vroeger niet, maar bij ons is het elke dag Valentijnsdag. Ja? Ja. Maar ik vond leuke momenten, ja, als je kinderen krijgt, is bijvoorbeeld een hele gebeurtenis. Hè, dat, we hebben een zoon en een dochter. En dat, en ook dat we, laten we zeggen, met dansen, dat we wel eens kampioen werden bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn allemaal leuke herinneringen die je hebt. En ik heb ook een leuke herinnering aan de Bijenkorf, hè? En ik had... Rijm het de andere keer wel. Oh. De laatste vakantie werd ik 85, toen zaten we op Canarische eilanden. Ja. Puerto Ventura. En toen heeft het hele hotel heeft voor me staan zingen. En dat zijn leuke momenten. Ja. En geven ze elkaar nog iedere avond voor het slapen een kus? Wel rusten. Ja? Nee, ik bijt altijd een stuk uit zijn wang. Ja, maar dan komt door die onderbroek met je stier die aan heeft. Ze zegt wel altijd netjes wel rusten hoor. Ja, dat want wel. Ik denk, je weet het nooit hè. Ja. Maar goed, we zijn voorlopig nog van plan om lang door te gaan. Hè? Ja. We gaan 5 maart op vakantie. Oh, dat mag ik niet zeggen. Want voor de inbrekers. Oh ja. Dat is ook allemaal zo leuk. Ja, tegenwoordig. Ook niet op Facebook. Nee. Daar moet je heel voorzichtig mee. Ja, want anders komen ze je bezoeken als je er niet bent. Ja. Nou, ik wil jullie in ieder geval heel veel liefde wensen. En heel veel geluk wensen. En dat jullie maar heerlijk mogen genieten. Van elkaar? Ja, dat doen we wel hoor. Ja. En weet gewoon... je, het is geen armoedzaaien, dus dat scheelt toch ook weer? Nee. Is dat positief? Ja, heel positief. Ja, want als zeker. We allemaal van de armen, dan... Ja. Hè, jongetje? Ja, meisje. Dat is nog heel goed gedaan. Ja, ze is een jongetje, maar ze kan ook anders komen. Ja, ik wil een ander woord, maar dat zeg ik niet, want ik moet het netjes houden. Nou, wat zeg je dan? Ja. Nee. Ja, wat... Niet doen. Nee. Ik laat me niet verleiden door hoesje. Ja. Nee. Poesje met zijn oude poesje. Ja. Nou, oké. We gaan te ver. Ik wil je heel erg danken. Ik zal het alweer niet goed gedaan hebben, maar dat hoor ik al wel. Zeker weten, je hebt het fantastisch gedaan. Ik ga heerlijk genieten van jullie welverdiende vakantie. Ja, 5 maart. En dat er nog maar heel veel mooie jaren bij mogen komen. Ja, dat hoop ik ook. Zeker. Want alleen is ook niks aan. Ja. Kom ik in het bejaardenhuis met al die oude mannetjes. Nee, dat wil je niet. Dat wil je niet. Ik wil ze wel eens die Foxtrot rijden. Hun? Ja, als we... misschien kunnen we... Benny, heb jij wat voor nummer gaan spelen? Foxtrot. Maken ze los. We maken jullie even los van jullie microfoontjes. En dan kunnen jullie achter Twan, blijf even zitten. Kunnen jullie achter Twan gaan dansen? Ja? Laten we dat doen.
Ik heb ook wel een rustig liedje. Want hij dronk ranje met een rietje. Die is net dood, hè? Meisje fietje. Op een Amsterdamse gang. Jullie mogen daar bij Twan gewoon gestaan, zou ik zeggen. Kijk, die heupjes zijn er lekker super, even hoor. Dansen. Ja. Niet in stijl, hoor. Nee. Dat lukt niet meer. Nee. Wij wel natuurlijk. Kijk, we pas op dat je niet dadelijk eraf valt, hè? Kijk, we kunnen wel zo gaan staan zoals we moeten staan. Op Foxtrot, ja. Oh, Foxy Fox. Ga maar achterkwam met je elastieke benen. Die wil elke avond naar een feestje toe. Hé, hey, jongeman, mag ik je messie even lenen? Ik wil wel dansen, want ik ben nog lang niet moe. Even met je dansen, dan roep ik pik pik slow, want Foxy grijpt zijn kansen. Oh Foxy, fantastisch. Wat met je elastieke benen. En die wil elke avond naar het feestje toe. Nou, ik weet niet welke camera aanstaat, maar ik denk camera 2. Ik wens jullie thuis een hele fijne Valentijnsdag. Wij gaan hier nog even door, lekker dansen met deze dame. En graag tot over 2 weken. Dag, kom, ik ga ook een makker even lenen. Oh, Foxy Fox, kom met je elastieke mee. En die wil elke avond naar het feestje toe. Hey jongeman, mag ik je messie even lenen? Ik wil wel dansen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eetcafé 9, EP Rikkelman, Stage Event Equipment, Emiel Techniek, Strik Auto's en Kalman Media Producties.